Yo gast van AlmostNormal, mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we de kamers van mijn kijkers samen bekijken. Dit heb ik namelijk afgelopen zaterdag in mijn stream gedaan. Mocht je nog niet in mijn stream zijn geweest, twitch.tv/AlmostNormal. En het was super leuk om jullie kamers eens te zien. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Check de video en veel plezier. Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de N-Fam kamertour. Ik reed zo'n kamer. Jullie weten zeker dat jullie een eerlijke review willen van jullie kamers. Nou, oké. Niet gaan huilen als ik zo meteen wat zeg dat je niet leuk vindt, hè? Dan heb je dikke pech. Ik zal eerst even voorlezen. Wat is het idee van deze stream? Dames en heren, jongens en meisjes, we hebben een hele toffe community en ik ben benieuwd hoe jouw kamer eruit ziet. Vanaf waar check jij mijn streams? Waar breng jij de meeste tijd door in je kamer? Laat het ons weten door middel van foto's of liever een video. Oké, we gaan gewoon gelijk beginnen met de eerste is van Crawford. Crawford is uit mijn server. Dit meen je niet. Die is er gewoon uit. Weet je wat? Heel simpel. Je hebt een kutkamer. Fuck jou. Mijn Discord, lieve? How dare you? Dan gaan we over naar... Teun. Wat moet ik hiervan vinden? Een grote klok. En weet je wat het wel is met deze klokken? Die maken tering veel herrie. Hé, maar eerlijk. Ik wil even van jullie weten. Als je zo'n klok hebt, hoe kan je slapen? Ik kan echt niet slapen als er zo'n klok de hele tijd... Oh, oké. Dit vind ik wel echt een heel gaaf schilderij is het of zo. Dit vind ik serieus wel vet. Super vette kamer, man. Ik geef dit een dikke vette 7. Oh, let's go. Onze eerste video van Cry Wolfgang. Ik ben heel benieuwd. Wat is zijn kamer? TV gekeken. Gegamed. Daar staan de games. Controllers op de oplader. PlayStation. En ja, dit is eigenlijk mijn rommelplank. Hier donder ik gewoon van alles op. Dit is Bert. Bert de plant. En dan, ja. Dat is mijn cd-doos. Anders cd's zouden zitten. Wat is het? Ik ga even de zon in de sessie zakken. Ga jij de zon in de sessie zakken? Oké, later. Mijn vader die gaat de zon in de sessie zakken, jongens. Ik zie de zon die zakt in de zee. Ik zie de zon die zakt in de zee. A few moments later. Ja, wat ik leuk vind van deze kamer is dat alles zeg maar een beetje... Het is oldschool. I like it. Postertjes. Tv'tje. Nou, maakt niet uit. Dan gaan we hier verder naar de rommelplank. Alsof het er maar één is. Maar volgens mij is jouw kamer gewoon een rommelplank. Een goede tip. En dat is oprecht een goede tip. Koop dozen van die dingen. Daar kan je dingen in gecategoriseerd in leggen. Waardoor het wel schoner en zo lijkt. Maar uiteindelijk is het nog steeds even rommelig, maar dan in dozen. Ik heb daar namelijk een goed voorbeeld van. Maar als ik dit laadje open doe... Oké, Bert. We moeten wel even... Arme Bert. Mag ik een F Bert in de chat? Eerlijk, het lijkt alsof Bert aan de diarree is en gewoon jij zijn stront niet hebt opgeruimd. Wolfgang, jij zit in de chat. Deze bank. Van welke auto is deze bank? Deze auto, wat dik. Cijfer 6.2. Omdat, ja, dozen mis je wel. En nu komen we bij de kamertour van Anne Zas. Oh mijn god, met muziek. Oh, nee. Dit kan ik niet hebben. Ik moet van jou de muziek aanzetten. En dan heb je jouw kat niet op de muziek gedaan. Dit gaat mee in je puntentelling. Waarom ga ik in één keer minimize? Ik raakte letterlijk niks aan. Nutteloos feitjes met Anne. Wist je dat mijn kamer maar 2 meter bij 1,80 meter is en mijn bed maar 60 centimeter breed? Oké, je krijgt wel pluspunten voor dit, dit opeens. Anne Zas. Waar de fuck is jouw muismat? Ik heb hier geen woorden voor. Echt, dit komt uit het puntje van mijn hart. Je kan jezelf geen echte gamer noemen als jij geen muismat hebt. Als jij geen muismat hebt, dat is alsof je, zeg maar, vieze was aan de waslijn hangt. Het is alsof je in een restaurant gaat eten, alleen het toetje bestelt en die dan weer uitkotst. Een 6,9. Jezus, Niels. Niels, jouw kamer duurde 6 minuten. Oké, nou dan gaan we. Hoi, hoe gaan we met je? Boeit me niet. Nou, dat vind ik echt heel gemeen. En een hele gitaar zo. Dus we gaan de hele kamer doen. Mooi plafond, man. Gebruik ik nooit. Dat schilderij heb ik van mijn opa gekregen. Nog steeds mijn favoriete schilderij. Gewoon mooi. Echt oprecht een mooie schilderij. Ja. Hoezo duurt deze video 5 minuten als die letterlijk niks laat zien behalve dat hij wijst? Die plankjes zijn echt letterlijk zo. Ik kan het wel laten zien. Oh, hij gaat wel laten zien. Yes. Oké. De... Hij doet het best. Een computerbox met een hele mooie microfoon. Daar praat ik altijd doorheen. Daar hoor ik alleen maar goed. Ik hoor in kals. Dat is mijn telefoon. Je hoort via jouw microfoon? Wacht, wat? Microfoon, daar praat ik altijd doorheen. Daar hoor ik alleen maar goed. Ik hoor in kals. Dames en heren, jongens en meisjes. Wat zegt Niels hier? Dat is mijn computerbox met een hele mooie microfoon. Daar praat ik altijd doorheen. Daar hoor ik alleen maar goed. Ik hoor in kals. Dat is Ik hoop dat het een goede kamerreview is. Ja. Ik hoef geen cijfer, want ik weet dat je me expres heel laag gaat geven. Niels, jij krijgt realistisch een 7,2. Siebert. Oké, behalve dat de ASMR adem in mijn oren niet heel prettig was. Ik vind het wel echt een hele gave kamer. Echt heel cool. Heel veel Lego ook, zie ik. Kijk, ondanks dat er echt best wel veel ligt, is dit wel echt gewoon netjes opgeruimd. Deze vind ik serieus leuk. Deze krijgt sowieso een 8,5. In de tussentijd gaan we kijken naar de kamer van Juri. Juri heeft foto's gestuurd. Nou, dit ziet er gewoon cool uit. Een creeper. Netjes opgeruimde kast. Een tv'tje aan de muur, ook altijd nice. Een zitzak. Even eerlijk. Wie in de chat heeft er allemaal een zitzak? Voor de mensen die een zitzak hebben. Zitten jullie ooit in de zitzak? Iedereen die ik ken die een zitzak heeft, zie ik nooit, maar dan ook echt nooit zitten in die fucking zitzakken. Ja, cool. Tof kamer. Ja, 7 denk ik toch? Kamer van Larissa. Waarom zijn jullie kamers zo bizar mooi? Ja, dit is echt heel erg leuk. Echte Barend in haar bed. Een echte Barend in haar bed. Oh mijn god, een pinguïn. Oh mijn god, oh nee. Ik kom hier echt nooit meer vanaf, hè. Waarom kom ik hier nooit meer vanaf? Hoezo ben ik en blijf ik altijd een fucking pinguïn? Hoezo? Waarom? Waarom? Maar echt een super toffe kamer. Dikke vette 8,2. Oké, de kamer van Luc. Bim, bap, badabab, boom. Pauw. Dit is mijn kamer. Super kut. Ik bedoel, super leuk. Allemaal Funko's. Geld uitgespeeld. Daar ook. De rechtschiet. Nou, nice. Dat is Barend. Ik bedoel, dat is Barend. Dat is niet mijn achtergrond. Waar slaap je? Ik liet mijn telefoon aan en dit ben ik. Ik bedoel... Wat doet hij? Wel echt toffe kamer. Leuk om een keertje ook jouw complete kamer te zien, Luc. Mooie rickroll. Super vet. 7,5 man. Ik mis een beetje Let's Trippy of zo. Hier komt de kamer van Sannetje. Dit is alles. Pas op, gamende pinguïn. Nee! Waarom komt het dan weer terug? Nee! Ik ben geen pinguïn! Niet meer een pinguïn zijn. Sorry, dat was echt het vieste wat waarschijnlijk vandaag op Twitch Nederland is gedeeld. Goed, Trudit. Voor de mensen die denken dat mijn kamer altijd super netjes is. Dat zei ik letterlijk in je chat. Waarom ligt er een emmer in je kamer? Ik heb zoveel vragen. Waarom? Ik heb zo... Wat? Trudit. Nee. Nee. Pretty good. Oh mijn god. Hey Trudit, als je dit aanhoudt, dan word jij zo'n persoon, weet je wel, die in zijn huis zo van die looppaadjes moet maken met allemaal troep overal. Wat ligt hier allemaal? Oh. Ik ga nooit meer zeggen dat je kamer er netjes uitziet. Pretty good, zegt ze ook. Pretty good. Trudit. Je krijgt een 1. Je krijgt een 1. Oké, een 2, omdat je Animal Crossing aan het spelen bent. Tijd, Trudit. Het is tijd. Het is tijd. Ruim het een beetje op. Oké, dan gaan we naar Squares. Vette belichting, dat sowieso. Goede muismat met belichting. 3 schermen, curved, ook heel vet. Ja hoor. Mooie spiegel. Oude microfoon. Super vette vitrine zo. Er mist toch een beetje een oldschool console eigenlijk in zo'n dingen. Vet verlicht. Mooie soundpads. Dit is gewoon een coole kamer. Ja, en hij is vooral heel clean. Dat is heel mooi. Daar ga ik heel goed op. Ik wilde dat mijn setup zo clean was als dit. Er mist een beetje AlmostNormal gear of zo, maar weet je, het is gewoon heel netjes clean. Ah, I like it. Dan is Dion. Hallo allemaal. Dit is de... Het is niet Dion, dit is Albedien. Dit is onze gamekamer. Hier is het kattenspeelhoekje. Nice. Mijn plek. Nice. Dan hebben we hier onze kast met spullen. En dan hebben we hier aan de andere kant onze streamer met setup die nooit streamt. Je kunt ook ik hoor mezelf. En dan hebben we hier onze tv, vet. Consolehoekje. Yo, jongens, hoe groot is het #goals als je samen met je geliefde een gamekamer hebt en naast elkaar kan gamen? Eerlijk? Ah, mijn hart, man. Mijn hart, ik kan het niet aan. Ik voel me zo single nu. Auw. Dit is zo leuk. Ja, met de PlayStation en de Nintendo en de Wii en zo. Vet. Nou, oh ja, wacht even. Ik vergeet nog iets. Die lampen zijn heel cool. Jee, lampen. Ja man, dit is goals. Dit is goals. Het is vet, leuk aangepakt. Kattengedeelte. Vette setup nummer 1. Tof setup nummer 2. Fucking dik. En dit is gewoon, een 9,4. Video van Albedien. Wacht, wat gebeurt hier? Nou, welkom in de gamekamer. Hé, dit is Dion! Mooi jongen, wat de fuck gebeurt er? Hier hebben we het kattenspeelhoekje. Nee! Ja, nee. Hier zit Albedien. Dan hebben we hier onze kast. Hij heeft hetzelfde video. Nerd shit. ja, gamerlampies. Nee, maar deze set vind ik echt fucking lelijk, man. Deze krijg denk ik een 3. Dan hebben we Puxenkamer. Voor de aesthetic en de vibe krijg je wel een 5. Maar je gamingstoel is wel echt heel sick. En heeft goede wielen. Dus 6,5 man, Puk. Dan hebben we Sertagion. Als laatste, dames en heren, jongens en meisjes. De laatste kamer. Ik wil in ieder geval, voordat we de kamer van Ser gaan bekijken, iedereen bedanken voor het insturen. Super vet, super leuk. Dankjewel. Leuk dat jullie allemaal mee hebben gedaan. Ser, wat is jouw kamer? Heeft hij nou een Minecraft-kamer? Ser die speelt zoveel Minecraft dat dit letterlijk zijn kamer is. Ser gaat dit, maat. Alright, dames en heren. Dat waren de kamers. We eindigen op een Minecraft-noot. Heel bijzonder. Ik hoop dat jij deze video in ieder geval leuk vond. Ik vond het super leuk om jullie kamers te zien. En verder heb ik niet zoveel meer te zeggen. Oké. Ja, de recording was gestopt door Nora. Maar dankjewel voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Ik heb namelijk nog maar 1 ding te zeggen. En dat is zoals altijd. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Nora, dames en heren.